Hallo iedereen. Ik neem even een video op omdat ik merk dat er in het collectief, in de collectieve energie heel wat gaande is. In het algemeen, dus los van het weten waar je tweelingvlam bent of niet, wat is er gaande? Het feit dat heel veel cyclussen tot een einde komen, dus stukken. Verhalen die begonnen zijn in het tweede nacht, dus tweede nacht, dus ongeveer 16 jaar al aan het spelen zijn, thema's er rond, maar ook rond de lessen. Heel veel mensen zijn de laatste jaren ook door de donkere nacht van de ziel gegaan. En hebben doorheen die jaren verschillende karmische relaties, karmische stukken op een pad gekregen om lessen te leren. En die dingen komen nu allemaal tot een eind. Vooral, dat kan dat lastig zijn als je vanuit je vrije wil eigenlijk altijd weerstand hebt gehad om daar komaf mee te maken, om dat te stoppen. En dat is hetgeen dat we nu heel hard zien ook bij tweelingvlammen, die bijvoorbeeld nog in karmische stukken zitten, nog in karmische relaties zitten, dat daar, ondanks het feit dat ze misschien al heel veel innerlijk werk gedaan hebben en heel veel geheeld hebben en stappen gezet hebben, is het super belangrijk dat ze nu een hele grote stap vooruit zetten. Omdat eigenlijk die cyclus en dus laten we zeggen al die karmische stukken onder input van Pluto en dan Mars volledig tot een einde moeten komen. Want 2025 en 2026 zijn eigenlijk de twee jaren. Ik heb dat altijd al gezegd, dat is zo wat, als je zou zeggen we zitten in de storm, dan zitten we daar eigenlijk, voor degenen die al heel wat werk gedaan hebben, in het midden van de storm, in het oog van de storm. Dus het lijkt rustig, het zal rustig lijken, maar de storm zal nog steeds om ons heen aan het woeden zijn. En dat daarom is het super belangrijk als je bijvoorbeeld je voelt dat je in zware energie zit, of je voelt dat jouw tweelingvlam aan jouw energie trekt, of je merkt of je weet, omdat ze het jou vertelt, dat ze door heel lastige stukken gaan. Eerst en vooral, neem het niet persoonlijk. Dat is eerst. Ten tweede, als je niet vanuit onvoorwaardelijke liefde in communicatie kan treden en dus nog veel te veel getriggerd bent, neem alsjeblieft afstand en werk aan verder aan je eigen stukken uit. Wetende dat we de afgelopen week en nu nog steeds werken rond thema's, rond nog dieper in die onvoorwaardelijkheid zakken en nog dieper in die onafhankelijkheid gaan. Om uiteindelijk te komen tot een geheelde versie van onze beide helften in onszelf. Dus daar heb ik het over de geheelde mannelijke energie en de geheelde vrouwelijke energie. Want wanneer dat we dat hebben, dan kunnen we het hogere bewustzijn volledig gaan integreren in ons lichaam en ons fysieke lichaam gaan ankeren. En vandaar uiteindelijk dan een voorbeeld zijn voor anderen. Natuurlijk, zolang dat je daar niet volledig zit, ga je vaak situaties op je pad tegenkomen waarin je ego getriggerd wordt. Jouw ego die denkt dat het moet beschermd worden. Jouw ego die denkt dat je moet anderen van jou beschermen. Jouw ego die denkt dat zus en zo nodig is. En dat is het punt waar we eigenlijk allemaal, de een al wat meer dan de ander. Het hangt er vanaf wat dat je ziel gekozen heeft, op welk pad hij loopt en waar dat we heen gaan. Maar het is de bedoeling dat we allemaal onszelf gaan healen. En vandaar dat ik het ook super belangrijk vind om de boodschap van de universele vlammen daar zo wijd mogelijk en zo ver mogelijk te verspreiden. Omdat door je werkt met die vlammen, dan wanneer je dan tot een bepaald inzicht komt en bijvoorbeeld de keuze hebt gemaakt van oké, dat wil ik niet meer. Ik heb dat al 100 keren gehad, dat wil ik niet meer en ik wil naar een nieuw leven. Ik wil de visie dat ik heb, de dromen dat ik heb, bijvoorbeeld samenkomen met mijn tweelingvlam of het droomhuis of wat dat ook is dat je wilt gaan manifesteren.
De vlammen helpen jou om alle energieën, alle restanten die nog in jouw energetische systeem en dus in jouw energie aanwezig zijn, maar ervoor zorgen dat ze ergens nog wat een schaduw zijn, of eigenlijk nog niet volledig plaats gemaakt hebben voor die diamantenenergie. Daarvoor is werken met universele vlammen super belangrijk. Los van het feit dat je dan natuurlijk, wanneer je zelf dat diamantenbewustzijn gaat gaan ankeren, en omdat je dat bent, je bent gewoon, je straalt constant die frequentie, die vibratie uit, dan ben je ook eigenlijk overal waar je gaat een vortex voor hogere energie om door te stralen naar andere mensen. Bijvoorbeeld, ik was op zoek naar een andere kapper en ik vond niet onmiddellijk iemand. En dan ja, was er natuurlijk mijn ego die zoiets had van ja, nou, daar wil ik niet gaan, want er zijn de werken en bla bla bla. En dan heeft het universum mij getoond van, maar eigenlijk die werken zijn geen obstakels en geen reden om niet naar daar te gaan. Waardoor ik dan uiteindelijk toch naar daar gegaan ben. En dan zie je hoe dat dingen samenkomen. Hoe dat eigenlijk voor mij en voor mijn kinderen een goede keuze was. Maar dus ook voor de kapster zelf. Waarom dat wij exact daar moesten zijn nu in deze tijd. En hoe meer hij dat gaat gaan doen, stelt een vraag, zet de intentie, zeg dat is hetgeen wat ik wil ervaren en ik wil niet meer dat die dan ding, dus, maar daarvoor moet je eerst duidelijk hebben wat hij niet meer wil natuurlijk, want dan kun je de verschuiving maken naar van oké, dat is niet hetgeen dat ik niet wil, dus ik kies ervoor om die realiteit te ervaren en dan kan je dat gaan aantrekken. Dat zijn alle dingen dat ik leer doorheen de verschillende cursussen, doorheen de verschillende trajecten. Met de mensen waar ik één op één mee werk. Die zijn heel miniem en meestal is het in combinatie met het spiritueel ondernemerstraject of de coachopleiding. En mensen die al van vroeger met mij samenwerken natuurlijk is iets anders. Dus als je het lastig hebt, als je op dit moment de energie zwaar voor je voelt, dan is er maar één oplossing. Zak in jezelf, in je eigen lichaam. Ik zou zeggen, sluit je af voor de buitenwereld. En dat bedoel ik vooral voor de collectieve energieën. Behalve als je intuned op de collectieve vrouwelijke energie. De geheelde vrouwelijke energie natuurlijk. En van daaruit dan eigenlijk je leven op dit moment verder vorm heeft. Wat dat wil zeggen, net zoals ik doe, in het moment zijn, actie ondernemen wanneer je het voelt, wanneer je toe geleid wordt, afhankelijk van je human design type gaat dat iets anders zijn dan van mij bijvoorbeeld. Maar wat ik meeste zeg, zeker als je niks kent van human design, dan is eigenlijk het advies van, doe wat je blij maakt. Doe wat je jou vrij van voelt. Doe wat je energie uitgaat. Dat zijn de dingen waar je mag op focussen. En laat de rest eventjes voor wat het is. En geef het over aan het universum. Geef het over aan jouw team. En dan ga je merken dat de oplossingen als vanzelf naar je toe komen. Ik heb het voorbeeld gegeven van de kapper. Er zijn nog duist andere voorbeelden dat ik zo kan geven. Maar daar ben jij niets mee met de voorbeelden die ik geef. Het helpt je wel natuurlijk je dingen begrijpen. Maar het is veel belangrijker om het zelf te gaan uitproberen. Om het zelf te gaan testen. Want het is in dat testmoment en in die ervaringen die je hebt, dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Dat je meer vertrouwen zal krijgen in het universum. En dat het universum er altijd voor jou is. Hetzelfde wanneer het gaat over je tweelingvlamconnectie. Wanneer het universum iemand op je pad brengt. Om lessen mee te leren. Iemand zoals bijvoorbeeld je tweelingvlam. Weet dan in essentie dat er tussen jullie enkel maar alleen maar onvoorwaardelijke liefde is. Maar er is ook onafhankelijkheid. Jullie zijn twee aparte individuen, maar delen een eenheid. En dat is hetgeen dat we hier te doen hebben, om te leren van wat betekent dat dan? Hoe kan ik samen zijn met mijn tweelingvlam in eenheid en elk nog ons eigen pad wandelen, ons eigen individualiteit neerzetten en hier delen op aarde, zonder jezelf te gaan verliezen in de connectie en in de ander. En dat vond ik persoonlijk een van de lastigste lessen voor mij persoonlijk. En ik merk dat dat bij heel veel
tweelingvlammen naar boven komt, is het stuk wanneer je met elkaars energie verbindt, dat je uit balans gebracht wordt. Maar weet dat dat enkel is en komt doordat jouw partner, jouw tweelingvlam, eigenlijk op dat moment niet volledig al in die pure essentie zit waar je bent, waar je allebei bent. En dat maakt dat als jij wat hoger energie zit bijvoorbeeld op dat moment, en jouw tweelingvlam komt vanuit de wonde naar jou toe, en probeert te verbinden met jou, of zit in allerlei eigen stukken en komt op dat moment vanuit die energie naar jou toe, dan ga je een soort natuurlijke repulsion, een natuurlijke afkeer hebben van de energie. En dat wil niet zeggen dat op dat moment dat die persoon of die ziel of jouw tweelingvlam slecht is of niet meer jouw tweelingvlam is. Nee, dat wil enkel zeggen dat zijn energie op dat moment niet de zuivere frequentie draagt. Dus niet dezelfde frequentie draagt als dat van jouw energie of van jullie ziel. Waardoor hij elkaar eigenlijk afstoot. En dus in die momenten, dat zijn de momenten waarop dat dan vaak ook beter is om gewoon elk zijn eigen pad te gaan. Of de ruimte te geven. En naarmate je verder in de connectie staat, dan ga je merken dat je dat ook gewoon kan uiten. En dat die afstand dan tussen elkaar niet meer per se lang hoeft te duren. Maar het is niet eenvoudig. Want dergelijke zielsconnecties doen zoveel met jouw energie, met jouw identiteit, vooral met je ego-identiteit, dat het je ook meer toont en leert over hoe dat energie en manifesteren op zich werkt, waar dat leven eigenlijk echt om gaat. Dus, dat gezegd zijnde, wees niet zo streng voor jezelf. Take it easy. Go with the flow. En weet dat enkel liefde, onvoorwaardelijke liefde, de enige waarheid is in dit ganse universum. Zie je in de volgende video.